Kimberly, ja, een ondernemer. Als een ondernemer zijn bedrijf naar een hoger plan wil tillen, wat zijn dan zijn mogelijkheden? Ja, je kan gaan kijken dus naar zijn financiële proces. Hè? En ja, dat kan hij dan opnieuw gaan herinrichten. En wat hij dan als eerste zichzelf moet afvragen, is of hij dat zelf wil doen. Hè? Zelf gaan kijken naar zijn financiële proces. Hoe kan ik het beter, sneller inrichten? Met nieuwe cloud-oplossingen bijvoorbeeld. Hij kan het ook gaan doen met, door een eigen finance team op te zetten. De uitdaging zit hem daarbij wel in hoe goed is nou die innovatie en automatiseringskracht van zo'n ondernemer? En in hoeverre hebben zij ook de juiste IT-kennis in huis? En ben je in staat om te zien waar alle kansen en mogelijkheden liggen? Ja, een andere optie is, zoals wat we al een beetje hebben aangegeven, is om te gaan kiezen voor outsourcing. Dus het uitbesteden van je boekhouding. En ja, op dat moment neemt een financieel expert dat eigenlijk van je over. En die zorgt gewoon dat er een nieuw financieel proces wordt ingericht. Hè? En eigenlijk wordt je finance afdeling gewoon opnieuw ingericht. En zorgt voor de borging van die processen. Zodat je als ondernemer eigenlijk ontzorgd wordt en continu inzicht gaat krijgen in je cijfers.